Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Mijn auto is leeg. Er zit alleen nog maar Sammy in. Want ik heb net Liam afgegooid op school, Jordi afgegooid op school. En dan ga ik even gaan naar de winkel, want ik moet een paar dingetjes halen. En ik hoop dat ik vandaag ook nog naar het tuincentrum kan. Maar dat ligt eraan hoe Liam, of hoe Sam erop reageert. Echt, het is nog veel te vroeg. En die namen af en toe, oh boy, echt. Maar goed, ik ga eventjes terugrijden. Ik ben net thuis. Ik ben even naar de supermarkt geweest en naar de kruidvat. Want ik moest voeding halen en ijsthee was in de aanbieding. En ja, dat drink ik. Dus ja. Hè, dan ga je dat halen. Ik heb ook nog een tas gekocht. Want we hebben zaterdag feest. En ja, dan zie ik mezelf niet in een luiertas lopen. Want ik heb normaal altijd een luiertas bij voor alles in te doen. Dus ja, ik heb maar even een tas gekocht. Want ja, hè. En ik ga nou Sam eten geven. Ik wou eigenlijk nog naar de Groenrijk, maar dat gaat me niet lukken, want ik moet nou Sam fruit eten geven. En echt, ik heb spraakgebrek, jongens. Het is echt niet grappig gewoon, maar goed, oké. Ik moet over anderhalf uur Liam weer halen. En ik wil nog een aantal dingetjes doen voordat ik Liam ga halen. Dus ja, gaat me niet lukken niet. Dus ik zei het tegen Niels. Ik zeg, ik kan niet naar de Groenrijk. Dat gaat me echt niet lukken. Toen zei hij van, nou zegt hij, dat kunnen we ook gewoon van het weekend of zo. Zegt hij, dus daar zit geen moed achter om het nu gelijk te regelen. Ik zeg, nee, oké, maar toch, hè, bla 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 bla. Nou. Dus ik ga ik ben niet moe, maar ik weet niet. Maar ik ga nu Sam eten geven en dan ga ik gewoon mijn dingetjes doen die ik moet doen. Ik heb net Liam opgehaald. Ja. Ja. Ja, wat je leuk gehad op schooltje. Nou, krentenbolletje eten even, hè. Had je, had je het leuk gehad op schooltje? Volgens mij wel, hè? Had je heel goed gegeten? Ja. En hij ziet er zo schattig uit. Hè? Hij ziet er zo schattig uit. De spijkerbroekie en schoentjes. Oh. Ja. Ik was wat vroeg. Ik was ook mijn telefoon vergeten. Ik moest naar de apotheek toe, want ik moet morgen voor Jordi poep scheppen. Jordi heeft morgen moet hij bloed prikken en dan moet hij poep inleveren voor allergieën te controleren. En ja, daar moest ik dus een potje voor hebben. En die heb ik dus even gauw gehaald bij de apotheek, zodat ik dat morgenochtend kan doen. En normaal is het altijd druk bij de apotheek. Dus ik denk van, nou, dan ga ik op tijd. En ja, was ik iets te vroeg. Dus, maar goed, hè. We hebben hem opgehaald. We hebben hem meegekregen. Hé, jongen. Lekker, hè? Oeh. Ja. Wie is te wakker? Weet je? Jij. Liam! Liam is wakker! Ja! Hij is een beetje zeurderig. Sam slaapt nog. Ik moet dadelijk het kindje klaarmaken voor in de auto te gaan. Want dan moeten we Jordi weer ophalen. Oeh, ik heb heel even niks gedaan, want ik ben de hele tijd al aan het rennen geweest. En ja, dat is het eigenlijk. Wie hebben we opgehaald, Liam? Onze Jordi! Blije geit. Hij is vrolijk, dus dat is goed. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zijn wij met hulpmiddelen voor Jordi bezig. Zoals een aangepaste autostoel en dat soort dingen allemaal. Speciale buggy.
enzovoort. Hadden we goedkeuring voor en dat hebben we nog steeds. Dus ik kreeg een mailtje van Welzorg dat mijn mobiele nummer niet bereikbaar was. Maar ja, dat klopt, er was één cijfer verkeerd. Dus ja, hè, ik gebeld. Nou, kon gelijk een afspraak ingepland worden. Ik heb 8 minuten in de wacht gestaan. Die vrouw komt terug, zegt hallo mevrouw. Tuut, 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 tuut. Ik heb teruggebeld. En op dat moment kon ze dus niks meer voor me doen. Ik zou nog wel teruggebeld worden. Dus ik wacht vandaag nog af. Morgenochtend, als ik dan nog niet teruggebeld ben, ga ik weer bellen. Ik kan daar zo niet tegen. Dan denk je bij je eigen, ik ben hier zo lang mee bezig. Zo freaking lang mee bezig. Ja, jij gelooft me wel, Liam. Ja, oké. Okay. Doei. Maar, ik ga maar Sam de fles geven dan. Dan zijn ze hoor, de Daltons. En de hond van Lucky Luke. Ja. Joef, laat Jordi nou eens met rust. Joef vindt Jordi heel erg lief. Maar Jordi vindt Joef niet super lief. Ja, die vindt hem wel lief, maar die kan er niks mee. Maar ja, hè? Het is zo. Oké. Ik krijg wel eens de vraag. Mandy, je moet geld verdienen met YouTube, bla bla bla. En dit en dat. En nou. Mits ik geld zou gaan verdienen met YouTube, moet ik nog iets meer abonnees hebben. Ik ga het even laten zien, want ik heb het openstaan. Ik ben aan het uploaden. Zie je hier. Ik ben aan het uploaden. Wat je dus... Je hebt vereisten om geld te kunnen gaan verdienen met YouTube. En je moet 4000 uur in het jaar hebben. Zijn bekeken en wij zijn op dit moment 10.000 uur en 707 uur bekeken. En je moet 1000 abonnees hebben en wij hebben 388 abonnees. Dat zijn de vereisten. Wat het ook is, wij zijn het kanaal natuurlijk gestart omdat we een kind met Down hebben en omdat we wilden laten zien hoe dat het ruilt en zeilt in ons leven met een kind met een beperking. Of het nou Down is of iets anders, dat maakt eigenlijk niks uit. Nou is het zo dat als ja, je ziet in alle video's like, reageer, abonneer enzovoorts. Voor mij is dat gewoon helemaal tegen mijn gevoel in. Want voor mijn gevoel, als ik daarom ga vragen, heb ik het idee dat ik mijn kinderen daarvoor inzet. En dat ik Jordi daarvoor gebruik. Dat is iets wat voor mijn gevoel gewoon niet... De bedoeling is, want een kind hoor je daarvoor niet te gebruiken. Wij waarderen elke abonnee, wij waarderen elke like, elke reactie. Vinden we super leuk, super gezellig. Maar ik ga er gewoon niet om vragen, omdat dit gewoon ja, voor mij verkeerd voelt. Mocht je ons kanaal leuk vinden, abonneer gerust. Wij vinden het hartstikke leuk, alleen ik ga daar niet om vragen. Dat is gewoon... Tegen mijn gevoel in. Kijk, ik ben gewoon van mening dat als jij ons leuk vindt en ons wil volgen, dan abonneer je toch wel. En je liked dan de video toch wel als je de video leuk vindt op dat moment. Maar ja, voor mijn gevoel is het gewoon dat als ik erom ga vragen, dan ja, heb ik gewoon het idee dat ik mijn kinderen daarvoor gebruik. En ik wil dat gewoon niet doen. Stel dat ik video's zou maken zonder mijn kinderen, dan is dat een heel ander verhaal. Maar zolang ik dus die 1000 abonnees niet heb, zal ik geen rode cent hiermee kunnen verdienen. Dus ja, dat zal voorlopig er nog gewoon niet in zitten. En elke cent die ik zou verdienen in de toekomst met YouTube, zou ik allemaal voor mijn kinderen wegzetten en gebruiken voor wat ze nodig hebben. Dus ja, we praten niet over honderden euro's wat ik hiermee zou kunnen verdienen. En oh, wat moet ik mijn wenkbrauwen doen zeg. Oh, dit is verschrikkelijk. Maar goed, oké, prima. Dat is dus mijn uitleg. Neem het niet verkeerd op.
Dit is gewoon puur het gevoel van wat ik heb. Wij waarderen elke abonnee, elke like, elke reactie. Maar ik ga er gewoon niet om vragen, omdat dat gewoon volledig tegen mijn gevoel indruist. En dat ik het idee heb dat ik dan mijn kinderen daarvoor ga gebruiken. En dat is gewoon niet de bedoeling. Dus vandaar, nee, wij verdienen hier geen rode cent mee. Wij hadden zondag die mayonaise meegebracht van de Boemerang in de stad. En we zijn nou frietjes aan het eten. En normaal zou Liam dus helemaal onder de rode plek hebben gezeten. Maar hier zit mayo. Er zit helemaal niks. En bij Jordi in het gezicht ook niet. Dus wij zijn er blij mee. Een hele goede morgen. Ik heb vannacht heel goed geslapen. Wel buikpijn gehad. Ja, ik ben wel wakker geworden van buikpijn. Ik praat hier normaal nooit over in de vlogs. Maar ik ga het nu wel doen. Want ik vind het toch wel iets belangrijks. We hebben 9 jaar gedaan over het feit om Jordi te kunnen krijgen. Ik ben uiteindelijk geholpen met injecties. Om een ovulatie te kunnen krijgen. En dan moet je 3 dagen feest hebben. En dan... Maar hopen op een baby. Dat hebben we 8 maanden gedaan. En waarom hebben wij dit zo moeten doen? Om het feit dat ik PCOS heb. En ja, ik zeg heb, want ik heb het nog steeds. Ik ben wel 2 keer dan zelf zwanger geraakt. 1 keer wilden we hulp inschakelen, maar toen bleek ik net zwanger te zijn. En bij Sam bleek ik onverwacht zwanger te zijn. Dus daar mag ik gewoon heel erg van geluk spreken, want die behandelingen zijn niet niks. En het is al helemaal niet niks als je verder in de behandelingen komt. Dus dat je eitjes weg moet laten zuigen en IVF en dat soort dingen allemaal. Dus ik vind dat wel iets belangrijks om even te melden. Zo'n behandeling is gewoon niet niks. Je hormoonhuishouding gaat gewoon helemaal aan gort. Maar tegelijkertijd PCOS hebben is ook niet niks. Bij mij komen er in principe, ze noemen het kiestes. In ieder geval, ik heb geen normaal cyclus. Mijn cyclus die gaat meestal, ik heb een cyclus van momenteel ongeveer tussen de 40 en de 45 dagen. En dat is gewoon niet goed. Maar hè, je moet eens in de 3 maanden gemenstrueerd hebben om het gezond te houden, is mij toen verteld. Dus, en daar hoor ik, dus gelukkig. Maar dat betekent dat je lichaam gewoon extra aan het werken is om een menstruatie überhaupt te kunnen krijgen. En dat is momenteel het geval. Dus ik heb vandaag sowieso een thuisdag. Dadelijk komt wel de fysio. Ik moet zo ook Jordi gaan aankleden. En ik moet daar ook poep opvangen van Jordi, want we moeten een poepmengsel ook inleveren, want Jordi moet straks ook bloed prikken. Dat gaat Niels met hem doen. Ik heb momenteel gewoon echt even een off-dag. En ik weet ook niet wat ik ga vloggen. Ik weet niet hoe het dag gaat lopen. Maar op dit moment heb ik gewoon echt een piepdag. En dat komt gewoon puur en alleen omdat ik zo mega buikpijn heb. Dat is gewoon niet grappig. En de kraan staat open bij mij. Dus de bloed loopt waar het niet loopt. Zoveel dat het niet loopt. Ja, in ieder geval, het is zoveel. Dat wil je niet weten. Details hou ik voor mezelf verder. Maar het is gewoon niet leuk. Laten we het daarop houden. Dus ik heb vandaag gewoon echt een dag waar ik in alles heb. En dat mag. Dat mag. Ja? Daarom zitten jullie allemaal nog in jullie pyjama. En ga ik nu Jordi aankleden. Want als dadelijk Rija komt, dan denk je bij de eigen. Ja, kun je nou stil zijn? Ja? Mama gaat Jordi aankleden. Dus extra lief zijn voor mama vandaag, hè? Jordi die is momenteel met Niels mee. Hun hebben het fruit gehad. Jordi wilde geen fruit eten wat dat betreft. Dus
dan niet. Wat ik wel, ik moest ook een poepmonster meegeven. Maar ja, hè? Op dat moment schijten ze natuurlijk niet, hè? Nee. Dus ik moet zeggen, het is wel een voordeel dat we weten hoe we Jordi moeten laten poepen. En we merkten ook dat zijn ontlasting iets harder was. Ondanks dat hij wel gewoon zijn macro-rol krijgt. Ik zeg tegen Niels, we moeten hem even gauw helpen. Dus we hebben hem even gauw geholpen. En uiteindelijk heeft hij gewoon gepoept. Heb ik gewoon een poepmonster mee kunnen geven. Dus die heeft hij nu ook. Hij is nu dan met Niels bloed prikken. En dan komt hij dadelijk thuis en dan probeer ik hem nog wat fruit te geven. En anders krijgt hij gewoon een boterham. Dus ja, dat. Ik ga heel eventjes brood smeren voor Niels. En zorgen dat Niels zijn lunch mee heeft. Oké, wel zorg. Gisteren had ik het over, over het inmeten en alles. Dat de lijn werd verbroken en zo. Nou, ik heb inmiddels weer wel zorg gebeld. En ik word teruggebeld. Dus we gaan het afwachten. Ja, dat meer kan ik niet vertellen. Meer weet ik ook niet. Jordi is weer thuis. En hij had het super duper goed gedaan. Dus daar zijn we blij mee. Nu ga ik eventjes een krentenbolletje aan Jordi geven. En op het gemakje gewoon. Hè. Ik ben even wat slapen. Jordi heb ik even prikkelarm in bed gezet. Dat hij even tot rust komt. Als hij gewoon wakker blijft, dan haal ik hem dadelijk gewoon weer uit bed. Maar dan is hij even tot rust gekomen. Sammy heeft net fles gehad en ligt lekker te duimen. En die gaat zo dadelijk ook even slaapje doen. En dan ga ik even eten. En als ik klaar ben met eten en Jordi is nog wakker, dan ga ik Jordi even uit bed halen. En ze zijn allemaal weer wakker hoor. Ze hebben al gedronken en maar lekker gehad. En dan ga ik nu even luiers doen en dadelijk even Sam een fles geven. En dan ga ik eten koken. Wil je hem drinken geven? Moet je hem drinken geven? Mag wel. Jongens en meisjes. Ik was bezig met het eten klaarmaken. En ik zie ineens dit. Echt, wat kinderen heb ik ook, hè. Het is nu 9:45. En Niels is eventjes een vriend helpen. Die had iets met de auto. En Niels is automonteur. Dus die kijkt eventjes mee met die jongen. En ik ben net, denk ik, 1 kwartier geleden. Ben klaar met de kinderen. Sam die wilde niet slapen. Die heb ik uiteindelijk in slaap gewiegd. Jordi lag in bed. Daar ben ik nog bij gaan liggen om hem in slaap te krijgen. Nou, die slaapt nou dus ook. En ik ben net even gauw gaan editen. Tenminste, ik was al aan het editen geweest. Ik ben het even af gaan editen. En ik ga zo heel eventjes opruimen. En spulletjes klaarzetten voor morgen. Want Lia moet morgenochtend weer naar school. En ik moet morgenochtend met Jordi naar de logopedie. En dan moet Sam ook mee. Dus ik moet ook zeg maar kleren klaarleggen en alles en zo. Dus en dan nog eventjes de vaatwasser in en uitruimen. En die dingen. En dan ga ik mijn nest in. Ik douche en mijn nest in. Ik weet ook niet hoe laat Niels thuis komt. Die zal daar ook wel een keer thuis komen. Maar ik ga toch deze ups en downs afsluiten. Ik ben hartstikke moe. Ik heb gewoon geen zin meer. Ik heb gewoon echt geen zin meer. Het bloed loopt waar het niet lopen moet. En nou, in ieder geval. Hè. Ik ben voor vandaag klaar. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende.